Danny, is deze wedstrijd zo verlopen als jij verwacht een beetje, vooraf een beetje had kunnen vermoeden? Nou ja, vooraf hoop je wel dat je gaat winnen. Ik moet zeggen, ik denk ook dat we prima gespeeld hebben. Alleen we komen heel snel op 1-0 achterstand, weer uit de corner. Dus dat is niet goed. Ja, daarna moet je heel veel energie gaan geven om het recht te breien, dat doen we. Maar ja, dan moeten we wel op het eind eerder afstand nemen, dan is die wedstrijd gespeeld. En nu moet je tot de laatste minuut knokken. Schimmel is een goede keeper en die heeft misschien wel de dag van zijn leven. Maar ik denk dan toch, er waren kansen bij. Ja, er hadden gewoon 100% moeten zijn. Nee, ik ben het met je eens. Ik vind ook een goede keeper. Hij heeft ook een paar uitstekende ballen gepakt vandaag. Maar oké, er zitten ook 2 of 3 ballen bij. Dat moeten wij beter uitspelen. Was een keer 5-2, geloof ik. Of dan schieten we ze slecht in. Ik denk op het eind in de tweede helft dat we gewoon 4-5 echt hele grote kansen hebben gehad om die derde goal te maken. De meeste kansen vallen in de tweede helft. Je wisselt ook in de rust. Is dat ook een aantal andere mensen brengen? Of is dat ook een gedachte van een plan B? Nou ja, plan B was dat ik... Kijk, Linde maakte het heel erg klein. En staan ook 1-0 voor. Dus wij moeten dingen gaan forceren. Nou, dan had ik het gevoel dat we meer behoefte nodig hadden aan voetballend vermogen, aan creativiteit. Dus met Summets op de vleugel creativiteit. En met Appie op het middenveld meer voetbal. Ja, oké. We hebben het gelukkig weten om te buigen. Wat opvalt, vind ik, met name in die tweede helft natuurlijk, is hoe fit jullie zijn. Hoe ook de aanvallers de sprints blijven trekken. Hoe ook bij balbezit tegenstander iedereen de gaten dicht blijft lopen. Hebben jullie daar stappen in gemaakt? Of was het iets wat eigenlijk altijd al heel goed bij jullie geweest is? Nou ja, de stap die ze maken is natuurlijk dat vorig jaar hebben die jongens meer wedstrijden gespeeld dan ze in het verleden gewend waren. Dus daar ga je stappen in maken. Het niveau gaat omhoog. Maar het is ook iets mentaals natuurlijk. Ik bedoel, ja, heb je de bereidheid om door te gaan? En als het lichaam echt niet meer wil, dan krijg je kramp of dan leg je over te geven. Nou, ik heb niemand bij ons gezien die dat had. Ja, Moreira op het eind wat kramp. Dus ja, die anderen hadden makkelijk nog door kunnen gaan. Dat zit gewoon in de kop vaak. Eindelijk gewonnen, hè? Van de angstgegner naar Linde. Hans Kraaij junior. Dat is dubbelfeest, zou ik haar zeggen. Ja, ik ben wel blij dat ik een keer van Hans heb gewonnen. Want vorig jaar moest ik hem 2 keer feliciteren. Dus nou is het wel een keer prettig om van hem de felicitaties in ontvangst te mogen nemen. Het vertrouwen groeit. De winterstop komt eraan. Wat betekent dit voor de tweede seizoenshelft? Nou, dit is nu de 4e overwinning op rij van de laatste 4. Dus eigenlijk had de winterstop niet moeten komen. Nee, vorig jaar waren we heel blij dat de winterstop kwam. Dus zaten we een beetje in een mindere fase. En nu ga je met een heerlijk gevoel richting de kerstboom. Dat is ook belangrijk voor de jongens met name. En dan gaan we het tweede seizoen zelf weer proberen veel goals te maken. En dan zien we wel hoe hoog we eindigen. Dankjewel.